Maar voetbal blijft passie en emotie. En als dan een speler een opmerking maakt, zeg... Ja, als je had gezegd lul of klootzak. Of, maar hij zei gewoon, waar ben je nou mee bezig? Ja, zei hij niet. Oh, klootzak, dan denk ik. Dan is dat eruit. Ja, dat is, moet kunnen. Nee, maar dat is een soort... Klootzakje, zo dat is een soort therapie, weet je wel. Van als je dat toestaat, dat ze dat zeggen... Dan is die jongen dat kwijt. En dan kan hij weer verder met de wedstrijd. Maar als ik jou een paar keer per uitzending zeiksnor noem... dan is het voor mij therapie. Om het even gewoon uit het systeem te krijgen. Precies, ja? Want dan ga je lekker door met presenteren. Plofkop. En zo, dat kan allemaal. Ja, alles kan, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ik moet zeggen, het lucht wel op meteen. Ja, ja. Hey, prima, jongen. Lekker. Zei ik snor? Heel goed. Is lekker dit. Je het ook doen als het jou oplucht, ik weet het niet. Ja. Watser? Je ziet het. Ja, is lekker, hè? Het lucht echt op. Ja, het is fijn. Dat vind ik ook, inderdaad. Jellhoofd. Ik dank je weer hard. Ouwe hoer. Die wil ik toch nog even... Ja, gewoon aan het einde nog even gewoon lekker eruit gooien. Ja. Wil jij nog één of nee, meer? Nee. Ik doe niet mee aan het ordinaire spelletje. Nee? Oké. Okay. Nee. Volgende week zijn we weer met de allerlaatste uitzending. En dan gaan we even rust nemen. Het is wel nodig, heb ik de indruk. De twee hoogtepunten van het weekend waren voor mij wel deze twee. Welke? Ik heb hier een heel leuke vraag, de eerste. Ik ben in het geheim verliefd op Johan Derksen. Oh. Waar kan ik de liefdesbrieven naartoe sturen? Spekzever. Nou ja, ik wil het niet groter maken als dat het is, Wilfred. Maar ik wil verder als Renate. Ja, lacht er maar op. Ja, ik vind het niet om te lachen. Nee. Mijn zoon heeft me heel de dag al zo genoemd. Echt serieus. Maar dit is dus de laatste keer dat we jou in deze hoedanigheid gaan zien. Juist. Ja?